Thuisblijven voor je kind. Wat is nu het verschil tussen een tijdskrediet en een themaverlof? Bekijken we even de context. In de privésector heb je twee mogelijkheden als werknemer om je tewerkstelling deeltijds of volledig te onderbreken gedurende een bepaalde periode. Enerzijds heb je thematisch verlof, genaamd ouderschapsverlof. Anderzijds bestaat de mogelijkheid om tijdskrediet op te nemen met motief voor zorgkind. Maar wat is nu het verschil tussen deze twee systemen? En kan je deze twee systemen cumuleren doorheen je beroepsloopbaan als medewerker? Laten we even eerst beginnen met de eerste vraag: zijn deze twee systemen cumuleerbaar doorheen je beroepsloopbaan als werknemer? Het antwoord op deze vraag is ja. Het gaat namelijk om twee naast elkaar bestaande systemen in de privésector. Er zijn vier soorten thematische verloven: ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof en mantelzorg. In het systeem van tijdskrediet hebben we een zestal soorten, of beter motieven genoemd: zorg voor een kind, medische bijstand, palliatief, zorg voor een gehandicapt of ziek kind, volgen van een opleiding. En tenslotte de landingsbanen. Concreet hebben we het over thuisblijven voor een kind. Wanneer we dus kijken naar het systeem van thematisch verlof, dan komt hiervoor ouderschapsverlof in aanmerking. In het systeem van tijdskrediet komt hiervoor het motief zorg voor kind in aanmerking. Samengevat, je kan als ouder voor hetzelfde kind je loopbaan deeltijds of volledig onderbreken in zowel het systeem van thematisch verlof het ouderschapsverlof, als het systeem van tijdskrediet met motief zorg voor een kind. Maar wat zijn dan de verschillen tussen deze twee systemen? Laten we even dieper ingaan op de belangrijkste verschillen tussen de twee systemen. Het eerste verschil die ik wil belichten heeft betrekking op de leeftijd van het kind. Het recht op thematisch verlof, het ouderschapsverlof, wordt je toegekend zolang het kind de leeftijd van 12 jaar niet heeft bereikt op de ingangsdatum van de gevraagde onderbreking. Voor het recht op tijdskrediet met motief Zorg voor een Kind zal voor een deeltijdse onderbreking, denken we hierbij aan 1 vijfde tijdskrediet of halftijdstijdskrediet, het kind jonger dan 8 jaar moeten zijn op de ingangsdatum van de gevraagde onderbreking. Voor het recht op uitkering bij een voltijdstijdskrediet met motief Zorg voor een Kind. Is die leeftijd vastgesteld op vijf jaar? Illustreren we even met een voorbeeld. Stel je kindje is twee jaar. Dan kan je dit voor dit kind zowel tijdskrediet als thematisch verlof opnemen. Stel je kind is negen jaar, dan is het systeem van het thematisch verlof, het ouderschapsverlof, de enige mogelijkheid. De mogelijkheid tot tijdskrediet met zorg voor een kind is hier niet van toepassing, gezien het kind de leeftijd van acht jaar al bereikt heeft. Een tweede verschil tussen beide systemen is de maximumduur en de opnamevorm. Bij het thematisch verlof, ouderschapsverlof, zijn er vier opnamevormen mogelijk. Of je stapt volledig met werken, dan kan je vier maanden volledig afwezig zijn van het werk. Of je neemt een halftijds ouderschapsverlof. Deze opnamevorm kan je 8 maanden toepassen. Je kan ook als werknemer opteren om 1 vijfde werkstelling te onderbreken. Dan blijf je één dag in de week thuis van het werk en dit gedurende maximum 20 maanden. Of je kiest voor de opnamevorm 1 tiende. Dankzij deze onderbreking kan je bijvoorbeeld je voltijdse prestaties verminderen met één dag om de twee weken, of met een halve dag per week, bijvoorbeeld op woensdagnamiddag. Deze onderbrekingsvorm, 1 tiende, kan je toepassen gedurende 40 maanden. Het moet ook duidelijk zijn dat de maximumduur steeds per kind bepaald is. Stel, je hebt bijvoorbeeld drie kinderen. Dan geeft je dit als ouder het recht om drie keer, omwille van de drie kinderen, vier volledige maanden thuis te blijven in de 100% opnamevorm. Of je neemt bijvoorbeeld liever de 1-5e opnamevorm op. Dan heb je driemaal, omwille van de drie kinderen, 20 maanden recht op het ouderschapsverlof. Bij tijdskrediet met motief zorg voor een kind zijn er geen vier, maar slechts drie opnamevormen mogelijk. Of je stopt volledig met werken. Of je neemt een halftijdse onderbreking. Of een 1-5e onderbreking. Met andere woorden, de een tiende vorm is hier dus geen mogelijkheid. Belangrijk hierbij is dat, ongeacht de opnamevorm, je slechts 48 maanden doorheen je loopbaan kan opnemen, ongeacht het aantal kinderen je hebt. Heb je bijvoorbeeld drie kinderen, dan kan je doorheen je carrière slechts 48 maanden tijdskrediet opnemen met motief Zorg voor een kind in een opnamevorm naar keuze. Dit onderstreept uiteraard een heel groot verschil met het andere systeem van thematisch verlof. Een derde en uiteraard niet onbelangrijk verschil zijn de uitkeringen die je ontvangt van de RVA. De netto-uitkering die je als werknemer ontvangt van de RVA ligt ongeacht de opnamevorm een stuk hoger bij het thematisch verlof dan bij het tijdskrediet. Ben je op zoek naar de concrete netto bedragen die RVA op de rekening van je medewerker stort? Ga dan een kijkje nemen op de website van de RVA onder documentatie bedragen. Een laatste verschil die ik met jullie wil belichten is de anciënniteitsvoorwaarden. Het recht op themaverlof, ouderschapsverlof wordt je toegekend als je in de loop van de 15 maanden die aan de aanvraag bij de werkgever voorafgaan Gedurende twaalf maanden door een arbeidsovereenkomst met je werkgever verbonden was. Bij tijdskrediet met motief zorg voor een kind moet de medewerker minstens drie jaar door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn binnen een organisatie. Wil deze het recht hebben op een RVA-uitkering? Wil je meer weten over de verschillen tussen themaverloven en tijdskrediet? Ga dan zeker een kijkje nemen op onze website asirta.be schuine-opleiding.